Ik ben Jeannette, ik ben 56. Ik heb hersenletsel overgehouden aan een absces wat ik in mijn hoofd heb gehad. Dat is dit jaar 10 jaar geleden. En dat absces was zo groot en zat op een dusdanige plaats dat het mijn hersenweefsel beschadigd heeft, waardoor ik nu gewoon nog heel veel problemen ondervind. Nou, problemen vind ik eigenlijk niet een goed woord. Uitdagingen noem ik het altijd. Ik had mijn eigen bedrijf, 4 jaar toen. En ik heb dat nooit meer op kunnen pakken. Ik ben wel, toen ik uit het revalidatiecentrum kwam, dacht ik van nou, ik ben er wel weer en ik ga weer aan de slag. Dus ik ben wel begonnen met een half uurtje of een uurtje per dag. Dacht ik van nou, dan ga ik gewoon kijken wat ik kan doen. Ja, en dat heb ik gewoon een paar weken geprobeerd. En het enige wat ik nog kon was huilen. Ik kreeg het niet voor elkaar en ik had er ook geen grip op. En geen besef van wat is er nou met me aan de hand, waarom lukt het niet? Een ervaringsdeskundige is iemand die deskundigheid heeft verworven over een bepaalde aandoening of beperking of situatie in het leven. En op het moment dat je die ervaring inzet voor het verbeteren van de zorg of het helpen van anderen, ja, dan noemen we dat ervaringsdeskundigheid, dat je je deskundigheid haalt uit de ervaring zelf. Je hebt een stukje ervaringsdeskundigheid waarbij mensen het wat meer zien als een herstelbenadering. Dus dan help je anderen om te herstellen of beter te worden en beter om te gaan met die eigen ervaring, omdat zij daar bijvoorbeeld nog middenin zitten. Maar je hebt ook een inclusiebenadering waarbij beleid en onderzoek en politiek en manier waarop wij de zorg in ons land vormgeven, dat je samenwerkt met ervaringsdeskundigen om dat te verbeteren. En dat is dus een beetje een andere manier van samenwerken met ervaringsdeskundigen. Iets minder op het gebied van de directe hulpverlening, maar veel meer in het maken van beleid en het nadenken over kennis. Nou, vandaag hebben we gewoon ook een agenda om voortgangsoverleg te bespreken. Maar ik denk, ja, misschien is het ook wel mooi om het te punten. De mensen die hier komen, dat zijn zowel cliënten als naasten die met mij meedenken al 1,5 jaar over de inrichting van de NH Plus expertisecentra. Dat zijn zorgorganisaties die straks zorg gaan bieden aan mensen met hersenletsel en psychiatrische problematiek. En dat zijn mensen met hele ernstige beperkingen en de klankbordgroep denkt dus mee over hoe kunnen we dat doen, hoe krijgen we het voor elkaar, welke zorg moeten we bieden, welke onderzoeken zijn belangrijk, hoe gaan we de scholing inrichten. Dus daar gaan we met elkaar weer verder over praten. Ja. Inmiddels had ik wel door heel veel therapieën en trajecten die ik had gedaan, had ik heel goed zicht op wat ik nog wel kon en wat ik niet kon. En toen werd ik uiteindelijk door een van de behandelaren van het laatste traject wat ik had gedaan, werd ik geattendeerd op de functie van ervaringsdeskundige bij Reade. En met haar had ik het er al eerder over gehad van waar ik nu tegenaan loop. Hè. Kijk, als ik gewoon niet meer kan doen wat ik deed, hoe krijg ik dan een stukje zingeving? En toen kwam deze vacature, dus ik las het en ik dacht alsof hij voor mij geschreven is. Mijn rol als ervaringsdeskundige is dat dat zijn eigenlijk persoonlijke gesprekken met revalidanten. Dus dat is 1-op-1. En de revalidanten die ik zie, dat zijn de mensen met cognitieve uitdagingen. Ja, in de 1-op-1 gesprek in eerste instantie bied je natuurlijk altijd een luisterend oor. Ik werk heel intuïtief in het moment en kijk gewoon waar heeft op dat moment de revalidant behoefte aan. En soms is het alleen maar een luisterend oor en soms zijn het ook gewoon hele praktische tips. Het is zo waardevol op het moment dat je gewoon gesprekken hebben met revalidanten die eigenlijk aan het begin van het traject staan, waar ik zelf zo vol doorheen ben gegaan. Er zijn mensen die echt als hulpverlener aan de slag gaan en daar hun eigen ervaring bij benutten. Nou, dan zijn ze hulpverlener met een ervaringsdeskundigheidsachtergrond en zijn dan eigenlijk zorg aan het verlenen daarin.
iemand die bijvoorbeeld meedenkt een aantal maanden met de ontwikkeling van een product of een verbetering in het zorgveld, die kan dat ook doen vanuit zijn ervaringsdeskundigheid. En die is dan bijvoorbeeld 6 keer betrokken bij een projectteam. Of geeft daar ideeën voor over hoe je dingen anders en beter kan aanpakken. En dat zijn natuurlijk heel verschillende manieren van het inzetten van die ervaringsdeskundigheid. Het een is niet beter of slechter dan het andere, maar het geeft wel weer van, het kan op heel veel verschillende manieren vorm krijgen. Ik heb een opleiding gedaan en dat is eigenlijk de interne opleiding bij Rayade. Rayade stelt gewoon een programma samen waarbij je alle aspecten die te maken hebben met hersenletsel en de mensen die in revalidatie zijn aan de orde komen. Dus we krijgen heel veel inzicht in eigenlijk de achtergrond, met welke aspecten de revalidanten die binnen Rayade zijn te maken krijgen. Ik werk met Jeanette samen en wij begeleiden samen een groep. En geven uitleg over cognitieve gevolgen naar hersenletsel. En ik zet ook Jeanette in individueel. Dan hoor ik mensen die behoefte hebben aan toch meer de ervaringen en het lotgenotencontact. Of gewoon ook horen van iemand die al langer in het proces zit. Wat hun geholpen heeft. En dan verwijs ik ze door naar Jeanette. Voor mij is het een betaalde baan, maar er zijn binnen Rayade ook ervaringsdeskundigen die op vrijwillige basis werken. En dat is vaak een persoonlijke keuze. De kracht van Jeanette vind ik echt haar verhaal. En ik zie dat het mensen inzicht geeft. Dus wij vertellen het toch vanuit de theorie. En mijn jaren werkervaring met mensen met hersenletsel weet ik wel iets. Maar ik weet niet hoe het echt is om hersenletsel te hebben. Dus het is niet zo heel erg zwart-wit. Het kan ook zijn dat ze iets van mijn werk overneemt. Omdat ze gewoon heel veel ervaring heeft. En zij het ook prima zelf kan vertellen. Het werken met Jeanette kost geen extra tijd. Het is juist echt een meerwaarde en het vult het aan. Het vult mijn werk aan. Kijk, als je diversiteit in het achterhoofd hebt van we gaan niet één manier, maar verschillende manieren bedenken en ontwikkelen. En we gaan starten met een groep mensen die mee willen denken over hoe we dat vorm zouden kunnen geven. Dan kun je natuurlijk met mensen samen dat ook in gaan richten. Nou, en dan zie je van mensen die hulpverlener zijn, mensen die eenmalig adviseren, mensen die meegaan als maatje, mensen die in een soort klankbordgroep of cliëntenraadachtige constructies deelnemen. Ja, er zijn steeds meer voorbeelden eigenlijk van hoe je met ervaringsdeskundigen kan samenwerken. En juist die diversiteit kun je dan ook benutten om in jouw eigen organisatie en regio na te denken over van goh, wat voor mogelijkheden zien we hier eigenlijk. Je bent ook in je werk dus nog steeds met je NAH bezig. En dat is pittig. Het is ook, het komt dichtbij. Soms zijn dingen ook heel confronterend. Aan de andere kant is het zo waardevol dat alles wat ik zelf heb moeten ontdekken, heb mogen ontdekken, dat je dat kan delen met revalidanten die aan het begin van het proces staan. En wat ze vaak tegen mij zeggen is van, jij snapt het. En die herkenning vinden revalidanten gewoon heel fijn. Ja, ik heb natuurlijk ook veel onderzoek gezien wat zich buiten het werk, belevingswereld van patiënten afspeelt. En dan, je moet het volgens mij echt samen doen om goed aan te kunnen sluiten op waar mensen echt behoefte aan hebben en waar zij tegenaan lopen. Dat is gewoon echt, maakt het onderzoek beter, maakt de uitkomsten beter, maakt de implementatiekansen beter. Het is dat je toch met elkaar nadenkt van hoe sluit je het zo goed mogelijk aan. En dat, dat drijft mij om gewoon die samenwerking met de ervaringsdeskundigen ook te blijven vormgeven. Het ondersteunt de revalidatie en ik denk dat wij onze zorg kunnen verbeteren door goed te luisteren naar een ervaringsdeskundige. Wat heb jij nodig gehad? Wat werkte er voor jou? En wat kunnen wij doen om onze zorg te verbeteren?